Wij zijn klaar voor de vierdaagse, meldde de EHBO-vereniging Wimaco maandag op Twitter. In de vierdaagse week staan zij met acht hulpverleners bij het Hunnerpark om feestgangers op te vangen die EHBO nodig hebben. Dat houdt in dat wij eigenlijk alle materialen die we dan nodig hebben, of misschien nodig hebben, die zijn in voorraad en die zijn allemaal aangevuld in onze tassen en koffers die we hebben. Want we hebben vrij veel materiaal nodig, dus we moeten ook zorgen dat het allemaal er is. En door de tijd heen dat wij de hulpverleningen draaien, door het hele jaar heen, dat raakt op of dat raakt op, of is te weinig. Wij komen eigenlijk allerhande problemen tegen. Dat is van het kind wat valt op de straat. Het is door op de straat iemand die wordt aangereden, omdat er iemand niet oplet. Want je hebt daar natuurlijk een wandelzone dan eigenlijk. Maar ja, er komen nog brommers, fietsers, er komt van alles langs. Ja, en die letten soms niet op. Nou, ben ik iemand die heel veel evenementen doet. Dat we komen alles tegen. Van een schaafhond tot een breuk. Eh, tot eigenlijk ja, iemand die eh, helemaal tegen de vlakte gaat. Dat, of door drank. Of door een samenspel van drank, drugs. En dat vul je door heel de hele stad heen. Eh, het is, concentreert zich niet op één plek. Het gaat door de hele stad om dat te begeleiden. En als het in de stad gebeurt en we worden geroepen, dan lopen we er ook naartoe. Wij lopen zelf ook vaak als een rondje even. Dat er niks te doen is waar we staan, nou dan gaan we een rondje lopen. Je komt wel tegen onderweg. Je hebt altijd een porto bij. Dus je kan altijd direct, als het is, ander oproepen of zorgen dat er hulp komt. Maar je laat ze niet leren. Het is gewoon een ontspannen iets, want ja, druk hebben we niet. Als het echt noodzakelijk is, natuurlijk, dan grijp je in. Dan gaan we ook direct aan de gang. En dan zijn we ook voor niemand te bereiken. Dan zijn we ook niet te storen, want dan gaan we ervoor om het slachtoffer zo goed mogelijk te behandelen.